junioren, hier ben ik weer, Jok, met dit keer een knuffelig beroep van de maand. En dat is, Nelleke, een echte teddyberenmaakster. Hallo Nelleke, ik heet Jok. Hallo Jok, ik heet Nelleke, zoals je al zei. En ik vind het zo leuk dat je hier een keer langskomt. Ja, ik vond het ook zo leuk, want ik was zo benieuwd naar die teddyberen van jou. Hoe lang maak je ze eigenlijk al? Ik maak al 16 jaar teddyberen en dat vind ik zelf eigenlijk al heel lang. En ik heb in al die jaren heel veel teddyberen gemaakt. En waardoor is het gekomen dat je ze ging maken? Oh, ik hobby altijd al. Ik heb dozen geplakt en ik heb patchwork gedaan. En op een gegeven moment had mijn moeder een berenpakketje voor me gekocht op een beurs. Dus dat ben ik snel 's avonds gaan maken. En de volgende dag vond ik mijn beer zo mooi dat ik er nog één wilde maken. En toen wilde ik er nog één maken en nog één en nog één. En zo ben ik helemaal verslaafd geraken aan de beren. Toen kwamen er dus een heleboel beren. Ja, iedere dag wel één. Is het moeilijk om teddyberen te maken? Nee, ik vind het eigenlijk helemaal niet moeilijk. Als je het stap voor stap doet, kan iedereen het, denk ik. Waar worden teddyberen van gemaakt? Die worden gemaakt van mohair. En mohair komt van de Angora-geit. En die leven in Turkije en in warmer plaatsen zoals in Spanje en Marokko. En die worden dan geschoren. En die wol die wordt dan gesponnen. En daarvan weven ze dan mohair. Wat moet je allemaal precies doen om een teddybeer te maken? Zo, dan zal ik je dat nu laten zien. Jongens en meisjes, kijk maar mee. Ik heb eerst allerlei patroontjes uitgeknipt en die leg ik op de stof. Bij de stof moet je altijd zorgen dat alle stukjes dezelfde kant op liggen. Als je alle stukjes op de stof gelegd hebt, Jok, dan pak je een pen en dan ga je om de stof, om de patroondeeltjes heen en teken ik op de stof de deeltjes. En als ik zo om het op die lijntjes knip, kijk, dan zie je dat het helemaal allemaal losse stukjes worden. Geweldig, hè, jongens. Ik heb nu bijvoorbeeld die deeltjes uitgeknipt. Nou zijn dit een ruggetje en een buikje. Maar ik had van de week ook al voor jou, had ik een beentje uitgeknipt, want dat toont al veel beter. Dan zet ik de speldjes erin. Die zet ik er dan zo helemaal rondom. En dan kan je een draad en een naald pakken. Kijk, ik heb hier een draad. En een naald. Dat is ook een precisiewerkje, hè? Ja, want je moet natuurlijk wel zorgen dat je alle stukjes mooi meenaait. Want als je een stukje overslaat, heb je een gaatje. En jij wil ook geen gaatje in je hoofd hebben. Nee, tuurlijk niet. En als ik dat dan helemaal genaaid heb, dan kan ik het omdraaien en dan kan ik er vulling in doen. En ik doe er vaak fiberfil in. Dat is zo lekker zacht, joh. Moet je maar voelen. Ja, het smaakt niet lekker, maar het is wel zacht, hè? Het is heel zacht, lijkt wel watten. Ja, daar heeft het ook een beetje van weg. Nou, dan heb ik een vulhoutje en dan maak ik er propjes van. En dat prop ik in zo'n kopje of in zo'n armpje of een beentje. En als dat er allemaal in zit, wordt de beer heel hard. Voel maar. Eet er maar eens in. Voel je hoe hard dat is? Heel hard, jongens. Ja, op deze heb ik de kop ook al, heb ik dat allemaal al afgemaakt. Heb ik er al een neusje op geborduurd. Dat borduur ik heel langzaam, draad voor draad. En wat mis je nou nog aan deze beer? Nou, ik geloof dat je nog niet kan horen, hoor, Nelleke. Zou dat het zijn? Nou, ik heb ook al oortjes voor je gemaakt. Kijk. Piepkleine oortjes. Nou moet ik natuurlijk wel weten waar die op die beer moeten. Ik heb er daarom hele lange spelden aan gedaan. En dan kan ik hem op zijn oor zo op zijn hoofd zetten. En dan is die bijna klaar. Ja, dan vul ik zo direct voor jou zijn lijfje af en dan zie je ineens dat er een beertje zit. Kijk maar, dan is die klaar. Wat leuk is die geworden, zeg. Leuk wordt die, hè? Wat voor beer zou je nog willen maken, Nelleke? Oh, ik zou nog een keer een hele grote beer willen maken. Nog groter dan ikzelf. Waarom? Dat lijkt me zo leuk om die dan buiten voor de deur van de winkel te kunnen zetten. Wat zijn de teddyberen mooi in deze winkel, hè, kids? Nu maar hopen dat ze gauw een nieuw baasje of bezin krijgen. Zeg, Nelleke,
Bedankt voor alles, voor het uitleggen, voor het maken van een beer. En tot ziens, hè. Tot ziens, Jok. En ik hoop dat jij ook snel weer een beer gaat maken een keertje. Je moet het altijd een keer proberen en dan moet je langskomen als je hem af hebt. Ja, ik zal het proberen, hoor, Nelleke. Doei. Doei. Nou, tot ziens, hè, beertjes. Dag, beer. Nu moet ik maken dat ik wegkom, anders word ik straks ook nog verkocht. Doei.